Ja, toen ik hiervoor gevraagd werd, dank daarvoor, want in de voorbereiding hier naartoe heb ik in elk geval heel veel kunnen ontdekken over wat NNEK is en NNEK deed. Ik kende ze vooral van naam, maar nu ook al een beetje van faam. Dus dank voor de uitnodiging, want dat ben ik er in elk geval mee opgeschoten. Nou, als het gaat over best practice, dan is het natuurlijk altijd lastig als die aap op je schouder wordt gezet. Want dan ga je eerst afvragen, doe ik het zo goed? En is het dan een goed voorbeeld, misschien wel voor u? Wat mij in elk geval opviel, is dat ik vanochtend heel veel dingen heb gehoord die bij mij bekend voorkwamen. En als het ook allemaal best practices waren, dan denk ik dat ik met mijn bedrijf op de goede weg ben. Ons bedrijf, Ritser & Rauw Capital Partners, zoals het heet, is in 2000 ontstaan. En eigenlijk heel plat gezegd is het ontstaan uit een vraag van de klanten van de bank waar wij werkten. Er waren een aantal cliënten die zeiden, ik heb het idee dat ik niet jouw enige cliënt ben. Want je neemt niet altijd meteen je telefoon op, je bent niet altijd voor mij bereikbaar. En ik zou eigenlijk willen dat ik jouw enige klant word. En ik heb het idee dat het alleen maar kan als ik jou in dienst neem. Of als ik voor jou of met jou een soort family office ga opbouwen. Zodat jij niet meer de verkoper bent, zodat je niet meer voor mij een leverancier bent van producten en diensten. Maar zodat ik jou eigenlijk in dienst neem als een soort inkoper. En ik wil dat jij mijn financiële belangen als een, en dat is een beetje ouderwets woord misschien, maar als rentmeester gaat behartigen en eigenlijk een inkoopbedrijf voor mij wordt in plaats van een leverancier van producten en diensten of adviezen. Nou, daar zijn we in 2000 mee gestart. Toen hebben we ook al nagedacht over het verdienmodel, hoe dat zou moeten zijn. En dat vindt in 2013 heel veel navolging, hebben we inmiddels ontdekt. Want we hebben ons vanaf dag 1 laten betalen voor het advies, als het ware, wat we geven voor de dienst die we als in de vorm van een family office leveren. Wat is die dienst? Rentmeesterschap, oud woord. Het nieuwe woord zou zijn Most Trusted Advisor. Ik heb dat ook al een paar keer gehoord vandaag, dat woord, Most Trusted Advisor. Ik heb daar zelf ook heel lang over nagedacht, al jaren zelfs. Want hoe word je nu een Most Trusted Advisor? Ik heb vandaag dus een paar keer gehoord van, dat willen we zijn. Ik heb dat zelf ook wel eens met een potentiële cliënt daar een discussie over gehad. Toen ik zei, nou, wij willen uw Most Trusted Advisor zijn. En toen zei die prospect, ja, zo komen hier elke dag wel iemand voorbij die dat wil zijn. Maar volgens mij ga ik bepalen wie het gaat worden. En vertrouwen komt te voet en het gaat te paard. Dus je kunt wel die Most Trusted Advisor vanaf morgen voor een prospect willen zijn. Maar of je het ook gaat worden, daar zul je toch aan moeten bouwen. En dat is soms een lange weg voordat je uiteindelijk in die positie komt. Dat vind ik wel even belangrijk om te zeggen. Nou, rentmeesterschap, oud verhaal. Nieuwe stijl heb ik eronder gezet, omdat we natuurlijk toch ook wel nieuwe wet zijn in onze manier van werken. En met de belangen van de klant omgaan. Niet in de eerste plaats omdat de tijden veranderen, maar vooral ook omdat de omgeving is veranderd. En dan moet u vooral denken aan wet en regelgeving, maar ook aan de manier waarop er producten ingekocht kunnen worden. Want de producten zijn natuurlijk ook enorm veranderd. Dat is investment managers best in class. Daar is wel heel veel aan de hand in die wereld. Van selecteren van investment managers, fund managers. Ik ben nog uit de tijd dat alle banken een Nederlands aandelenfonds hadden. En toen mensen zeiden, ja, moet je dan homebuyers alles in Nederland beleggen, hadden al die aanbieders in no time een Europees aandelenfonds. Toen mensen zeiden, maar de wereld is te groot van Europa, kwamen er global funds. En toen kwamen er themafondsen, want er was vergrijzing. Toen kwamen mensen zeiden, we moeten healthcare funds zijn. En elke zichzelf gerespecteerde fondsenaanbieder, elke bank, wist in no time wel 60, 70 verschillende beleggingsfondsen de wereld in te helpen. Nou, daar zijn heel veel fondsen geëindigd, en het woord is ook al eerder gevallen vandaag, want dat is natuurlijk het nadeel als je wat later op de dag bent, die als indexhugger door het leven gaan. En daar heeft meneer Kokkelkoor in ieder geval van gezegd, als die zichzelf niet opheffen, dan zal ik ervoor gaan zorgen. Er zijn natuurlijk heel veel fondsen die gewoon benchmarks volgen. En de vraag is natuurlijk wat je dan toevoegt. Want wat vond AFM daarvan? Die zeggen, als ik een benchmark volg en ik presteer dan ook nog zoals die benchmark zich ontwikkelt, maar laat me daarvoor 1,5% management fee betalen, dan zul je dus structureel en stelselmatig 1,5% underperformen, per definitie. Tenzij je andere beleggingskeuzes gaat maken. Dus je ziet nu in de fondsenindustrie, dat zal NNEK zeker niet vreemd zijn, denk ik, maar zie je een enorm opschonen van aanbieders van producten, waarbij producten gewoon uit de markt worden gehaald, omdat ze eigenlijk door een indextrekker nog verslagen worden. Nou, dat is iets, dat moet je denk ik dagelijks mee bezig zijn, moet je professioneel doen. Wij menen ook dat te moeten professionaliseren, te moeten institutionaliseren. En dat moet je niet zelf doen, daar heb je
andere spelers voor nodig die dat doen. En die kunnen het kwantitatief, die kunnen het kwalitatief. En ja, dat is eigenlijk de manier waarop wij daarmee omgaan. We hebben niet de kennis, we hebben niet de informatie om die selectie optimaal te maken. Ik denk dat je daarvoor gewoon kennis van derden moet gebruiken en dat je die moet inzetten. Nou, misschien als uitsmijter nog, hoe kom ik aan prospects of hoe komen prospects en hoe gaat dat gesprek dan? Heel vaak komen mensen binnen, hoe is dan uw rendement geweest de afgelopen jaren? Maar ze bedoelen eigenlijk, hoe hoog is het? Ze bedoelen zelfs, hoeveel hoger is het dan het rendement wat ik nu maak? Want ja, ik ben op zoek naar rendement. En wil ik de overstap maken, dan zal ik toch in ieder geval meer rendement moeten gaan maken bij u. Nou, ik probeer dan zo snel mogelijk van meer beter te maken. Niet meer rendement, maar beter rendement. Het past denk ik ook wel een beetje bij de doelen en de wensen die bij bijvoorbeeld financial life planning horen. Moet je een hoger rendement maken of moet je een beter rendement maken? En dan zeggen mensen, ja precies, beter, we bedoelen hetzelfde. Hoger, meer euro's, een beter rendement is misschien zelfs een lager rendement. Hè? Misschien is 7% rendement beter dan 8%. Zeker als je nog het risico daarbij krijgt. Dus ik probeer mensen die bij mij binnenkomen, kan ik bij u een hoger rendement halen? Probeer ik te buigen, het pijltje naar boven, het pijltje naar links. Kan ik niet hetzelfde rendement tegen een veel lager risico krijgen? Of kan ik niet... Hè? Gewoon met wat lager rendement, maar al mijn doelen, al mijn wensen realiseren. Want mijn klanten zeggen me vaak, je hoeft mij niet rijk te maken. Sorry, hè? Ik ben al rijk, maar je moet zorgen dat ik rijk blijf. Ik wil niet veel armer worden dan ik nu ben. Dus als je mijn vermogen in stand houdt, en dan heb je natuurlijk de tand destijds, en heb je inflatie, en heb je dat soort ontwikkelingen. Maar je hoeft me niet rijk te maken, daarvoor ga ik niet naar een vermogensplanner. Je moet zorgen dat ik rijk blijf. En dat is mijn opdracht die ik krijg.